op 10 jaar een vereniging. Hè? Want het netwerk is eerst en vooral de verenigingen waar we aan het woord nemen. En ik wil daar meteen wat dieper op ingaan. We hebben hier twee pioniers, mag ik wel zeggen, uit ons verenigingsleven. Marie-Louise en Manu. Zij kunnen met kennis van zaken erover spreken. En ik ga beginnen met Marie-Louise. Marie-Louise, wat betekent een vereniging waar armen het woord nemen voor iemand die in armoede leeft? Wat is de sterkte van zo'n vereniging? De sterkte van zo'n vereniging is gewoon, je komt er als arme binnen, je zit in je schelp en je komt daar in een vereniging waar dat ze je mondiger maken, sterk maken en ze doen je terug geloven in jezelf en sterk. Maar dat vraagt tijd. Dat gaat niet op één dag, dat heeft jaren nodig. Je komt daar in een groep, je moet daar verantwoordelijk leren nemen, taken voor u. Ze maken je mondig sterk in jezelf geloven. En zo, door die kracht die je krijgt in de vereniging, word jij mondig en sterk en vind jij je weg terug in de maatschappij. Zijn jij terug een persoon die recht loopt van ik voel mij goed in mijn vel. En ik durf terug mijn eigen verantwoordelijkheid nemen en de weg vinden als je er klaar voor bent, niet voor iedereen, terug je plaatsje in de maatschappij en gaan werken. Maar dat is iedereen meegegeven. En zo'n vereniging is belangrijk voor mensen in armoede, want ja, die op maat komt je daar, je komt daar zo in een schelpje binnen, je durft je mond niet open doen. En na jaren, vraagt veel tijd, loopt jij recht. Ik heb terug mijn plaats in de maatschappij en ik kan ervoor gaan. Het bewijs dicteren. Ik ben mondig geworden, ik ben terug naar school gegaan, afgestudeerd en werk nu. En als ik kijk, 16 jaar geleden, de mensen in vereniging rechtop, wel, er zijn toch wel de 11 die de weg teruggevonden hebben voor werk. Dus verenigingen, zeer belangrijk voor mensen in armoede. Dat is een zeer specifieke aanpak van armoedebestrijding, maar waarin verschillen die verenigingen van andere armoedeorganisaties? Wat is de specificiteit van die vereniging? Wat het verschil is, je komt daar in de groep, je hebt een groepleider, maar het belangrijkste, je hebt ook iemand die je ondersteunt. Komt daar de eerste keer binnen, je doet daar een gesprek en je integreert je voor in de groep. Maar die een ondersteuner zegt, geef uw rugzak af, wij gaan het even overnemen, de papierenwinkel, de zorg, de problemen. Dus ze nemen alles uit uw handen, dat je even tot rust kunt komen. En twee, die een ondersteuner begeleidt die ook van, nu gaan wij zelf terug de papierenwinkel doen, nu gaan wij zelf eens proberen te bellen naar de stiefkast, dat je terug dat je terug zelf durft doen. Maar dat is op tijd, dat is op maatwerk. Je kunt fouten maken, je kunt terug, maar dat vraagt tijd, dat je alles, ja, dat is 24 uur op 24 uur dat die er zijn en dat er iemand is die u, ja, terug sterk maakt. Maar dat is op maat en dan, ja, je krijgt tijd op uw manier voor terug alles in handen te nemen. Maar dan spreek ik niet over een maand, een jaar, 3 jaar, 5 jaar, omdat je daar rustpauze krijgt en dan terug het zelf in handen nemen, terug je eigen verantwoordelijkheid. Ja. 10 jaar netwerk is ook, wij hebben eigenlijk ons ontstaan te danken aan het armoededecreet, dat is even oud als ons. En daarmee maak ik een naadloze overgang naar het beleid. Koen de Vrouw, je zit hier vanuit de administratie. De armoede is in die 10 jaar niet echt gedaald. Maar misschien was het zonder de vereniging nog meer gestegen. Welke impact hebben de verenigingen en het netwerk gehad op de armoedebestrijding? Het punt dat ik hier voorbreng is in eerste instantie dat de verenigingen hebben gezorgd voor een aanspreekpunt voor de toegang van mensen in armoede, voor het beleid. Verenigingen op lokaal en regionaal vlak en het netwerk op Vlaanderen federaal niveau hebben toch gezorgd dat mensen in armoede een stem kregen in het beleid. Daarbij aansluitend wil ik ook toch wel belang onderstrepen van de kritische kijk die verenigingen en het netwerk voor het beleid
hebben gehad en nog steeds hebben. We moeten blijven hebben. Moeten we een aantal voorbeelden geven van maatregelen die de laatste 10 jaar, maar vooral recentelijk, aantonen welke inbreng de verenigingen en het netwerk hebben gehad bij het beleid en die toch aanleiding geeft tot een wijziging of zelfs het ontstaan van dit beleid. Het eerste voorbeeld is de vrije tijdspas. Mensen zitten hier ook in een maatwerk gezien, die in een of andere vorm op verschillende plaatsen in het Vlaamse landschap zijn ontstaan heeft gekend, waarbij op dit moment wordt onderzocht in de Vlaamse overheid of men dit kan uitrollen. Er is toch een pilootproject geweest in de regio gehaald. Het tweede voorbeeld is het concept van huizen van het kind, waar toch specifiek aandacht gaat en zal gaan naar het bereiken van doelen van mensen in armoede. Daaraan gekoppeld ook de projecten van preventieve gezinsondersteuning. Projecten die op sommige plaatsen binnen een vereniging waar we het woord nemen, worden opgezet en uitgewerkt. Het besef dat activering en werkgelegenheid op zich niet voldoende is om mensen uit armoede te halen, maar dat daarnaast een integraal traject nodig is, is ook gezegd tijdens het filmpje. Verwijzen naar de werkwelzijnstrajecten en de bouwtrajecten die in dat kader zijn opgezet, om daar een antwoord op te bieden. Volgend voorbeeld: het promoten van een derde betaalbaarheidsregeling in het kader van preventieve preventieve gezondheidsscreening. En het belang van vakantie voor iedereen, die we hebben geleid, vraag van het netwerk en van de vereniging, tot de oprichting en de groei van het steunpunt vakantieparticipatie. Er zijn ongetwijfeld nog een aantal andere voorbeelden te noemen. Ik heb ook de indruk dat daar op lokaal vlak een heel aantal verenigingen al in plaats hebben gevonden, gekregen, in lokale beleidsvoering, via samenwerkingsverband en netwerken en anderszins. Als laatste puntje, afronden, maar toch daarom niet minder belangrijk, hebben de verenigingen en het netwerk toch wel een belangrijke rol gespeeld in de beeldvorming binnen de samenleving over armoede en wat armoede met mensen doen. Ik besef ook wel dat er daar nog een hele weg af te leggen is. Maar ik moet toch vaststellen, als ik kijk naar de aandacht die in de recente media rond armoede wordt gegeven, dat ik toch wel van een succes kan. Oké, bedankt Koen. Veel lof voor het netwerk, dat doet ons natuurlijk deugd, maar we zitten hier niet alleen om bloemetjes naar onszelf te gooien. We willen ook wel eens kritisch naar ons kijken. En Manu zit hier ook aan tafel. Manu, we kennen jou als een kritische geest binnen de sector. Je hebt al herhaaldelijk aangekaart dat verenigingen te weinig mensen in armoede te werk stellen, dat ze mensen te weinig laten doorgroeien. Hoe komt dat volgens jou? Maar ik wil tegelijkertijd de cijfers ook van het LINK aanhalen. De LINK dat ongeveer dezelfde tijd is opgericht als het Vlaams netwerk 10 jaar geleden. En recent is er een onderzoek geweest, afgesloten 12 februari 2013. En het zijn niet mijn cijfers, het zijn de cijfers van de LINK. Van de 58 verenigingen werken maar 4 mensen met armoede ervaring in de verenigingen. 1,68%. 1,68%. Dus de grootste groep werkt bij de LINK zelf. Kind en gezin, de POD en de VHB. Ongeveer 50% van de afgestudeerden, van de 98 afgestudeerde ervaringsdeskundigen, werken ook bij de overheid. De overheid, een derde leidsgroep, heeft wel bijna 50% mensen te werk gesteld. De federale. Ja. Dus zo mogen we toch wel armoede wel eens op een ander keer. Ik ga u nog andere cijfers geven. Er zijn in Vlaanderen en Brussel 150 projecten van samenlevingsopbouw. 150 met ongeveer een tewerkstellingsgraad van 750 personeelsleden. 5 mensen met eigen armoedeervaringen werken daar. Het zijn niet mijn cijfers, het zijn cijfers weer eens van u, dat toch wel een geloofwaardige partner is. Ik wil even nog verder gaan. En dan gaan we maar zwijgen van de wijkgezondheidscentra's.
in een 24 wijkgezondheidscentra, dat toch wel heel primitief en preventief werkte voor armoede, nul mensen met armoedeervaring werkte daar. Dus ik ga de lijn nog verder trekken. In de 42, van de 58 42, die het netwerk vertegenwoordigt, is er nog geen 5% vertegenwoordigd in de raad van bestuur met mensen met armoede. Nog geen 5% van de 58. Ja? En toch lezen wij altijd in alle rapporten, wij moeten op maat wijken van de armen. Wij moeten de overheid bewust maken van de risico's van armoede. En toch hebben zij geen inspraak. Ja. En waarom niet? Maar omdat er volgens mij een verkeerde invulling wordt gegeven aan criteria 3, 4 en 5. Ja? Maatschappelijke emancipatie. Criteria 3. Wie gevolgd? Ja, was dat een van de sterkste punten. Maar wat zien wij? Dat die maatschappelijke in criteria 3 en 4 en 5 werken aan maatschappelijke structuren 4 en 5 werken aan dialoog en vorming. Dat we vooral experten zijn, werken buiten huis ja, aan vorming te geven wat armoede is, maar binnen ons eigen huis kunnen wij dat niet. Waarom hebben wij nog nooit een vorming opgericht voor mensen in armoede zelf, bijvoorbeeld, van wat is een VZW? Wat is een VZW waar armoede het woord nemen? Waar staan wij voor? Ja? Waarvoor werken de verenigingen? Ja? Wat zijn de doelstellingen van de 58 verenigingen? Ja? Wat is de verantwoordelijkheid? Wat is verantwoordelijkheid nemen in een VZW waar armoede het thema is? En hoe kunnen we bestuurslid worden? Want volgens een onderzoek waar we heel moeilijk aan cijfers geraken, is meer dan 80% van de leden van de vereniging kennen hun leden van de raad van bestuur niet. Is dit toegankelijkheid? Is toch wel een bedenken. Dus wij opteren dat er meer vorming gegeven wordt binnen huis. Ja? Maar aan de mensen zelf om te groeien. En dit kan leiden naar zelfhulpgroepen. Waarom kan er geen basissubsidie gegeven worden? Waar bijvoorbeeld door de lokale bestuur van 200 euro per opgerichte vereniging. Want er is wel subsidie voor de professionele werkingen, maar ook mensen in armoede die mensen willen verenigen, dat kost geld. Koffie en koekjes kopen kost voor iedereen evenveel. Ja? Laten we terug gaan naar de basis mensen te verenigen. En het laatste dat ik wil aanbrengen is van, zolang dat armoede gekoppeld wordt aan sociale gevallen die we moeten ondersteunen omdat mensen niet zelfstandig genoeg door het leven kunnen gaan, dan geloven wij dat het armoedetekort moet stopgezet worden. En dat die moeten dus los naar CAW gaan of naar samenlevingsopbouw. Want daar zijn de bewijzen ook dat betrokkenheid van mensen in armoede toch niet realistisch is. Dus geef ze die middelen. Ja? Maar als we toch wel geloven dat mensen in armoede groeien, en kunnen groeien, en dat mensen in armoede volwaardige partners zijn, dan moeten we zoveel maximaal mogelijk investeren. Ik denk dat we moeten gaan meer vormen.